We staan hier bij het beeld, de bibliotheek van Hans Vrijen. Het is gemaakt en geplaatst in 1978. Het is van brons. En het bestaat uit, eigenlijk uit drie mensfiguren die dingen uit hun kast lijken te pakken en er weer in terug lijken te zetten. Het figuur wat ik hier zie, dat is een soort vrouwfiguur met een rokje. Hier staat duidelijk een soort man en hier is meer een soort jongensachtig figuur. Behalve de drie mensfiguren zie je er ook een soort van kast in met een soort van boekenplanken. De restvormen die eruit gehaald zijn, zijn zeker net zo belangrijk als de massa van het brons zelf. Je bent heel erg geneigd om het beeld van de voorkant te bekijken, ook omdat je hier nou eenmaal zo langs loopt. Maar dat is eigenlijk een beetje jammer, want het is ook zeker van deze kant heel erg de moeite waard. Juist omdat je dan een soort van dynamiek ziet in de planken ten opzichte van de mensen. Dat is eigenlijk aan deze kant veel lastiger te zien. Hans Vrijen was een leerling van Ossip Zadkine. En die maakte natuurlijk de bekende De Verwoeste Stad in Rotterdam. Wat een heel dynamisch, emotioneel beeld is. En ik vind het grappige dat dit beeld van Hans Vrijen eigenlijk een soort van bijna tegenovergestelde doet. Dus het is een heel verstild beeld wat de mens laat zien in een soort van stilte wat je kan hebben als je een boek leest. Ik heb dit beeld gekozen om wat over te vertellen, omdat ik het heel mooi vind hoe hij zeg maar het lezen en de mens en het boek tot één geheel heeft gebracht. Ja, zeker de moeite waard om er naar te gaan kijken.